zeg je dan onder zulke omstandigheden? Dit is de hemel op aarde. 50 jaar geleden toen deze puinhopen hier eigenlijk door ons ontdekt werden en die kerk gered werd, had ik nooit kunnen dromen dat dit zou gebeuren. Het is echt eigenlijk een van de dingen in mijn bestaan die goed gaan en niet tot bloei komen. Terwijl er zoveel in verval raakt en zoveel niet uitkomt en zoveel bloeit dit maar door. En een van de dingen die volgens mij daar aan bijdragen is dat ontzettend veel vrouwelijke krachten aantrekt. Ja. Ja, ook in mannen hoor, ik wil dat ik daar niet van. Maar dus ja, heel veel geëmancipeerde vrouwen. En nu zie ik toch ook voorzichtig evrouciperende mannen hier opduiken. En nou ja, anyway, Ruigoort wat mij betreft is, ja, het is een droom die uitgekomen is. Een van de vrouwen die voor Ruigoort eigenlijk al vanaf het begin heeft gestaan. En die hier nu nog steeds staat, 50 jaar later, volkomen fris en vrolijk. En die ons door dik en door dun gesteund heeft. Dat is toch iets echt ongelooflijks. En ja, ik ken haar eigenlijk nog langer dan Ruigoort. Want in 68 werd man-vrouw maatschappij opgericht. Onder andere door Hedy D'Ancona en Joke Smit. En ook nog een aantal geëfrausipeerde mannen. Professor Drion bijvoorbeeld. Ik wil jullie aandacht vragen voor een van de grote steunpilaren van Ruigoort, Hedy D'Ancona. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ik zal de microfoon in mijn mond nemen. Lieve en beste aanwezige, hooggeëerd publiek. Ik beschouwde het echt als een grote eer om gevraagd te worden hier een openingsverhaal te houden ter gelegenheid van de tentoonstelling. Ik vond het heerlijk om gevraagd te worden, omdat het mij in de gelegenheid stelt om iets terug te doen aan Ruigoort. Aan de vriendschap en de warmte en de inspiratie die ik door de jaren heen hier heb opgedaan. Zoals velen van jullie. In welke hoedanigheid ik me hier ook bevond, als vriendin, als geliefde van Veldhoen of als bestuursvoorzitter, altijd nam verbazing, verbijstering en verwondering bezit van mij. Dat gevoel, die verwondering, is onontkoombaar. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Waar komt die energie vandaan? Hoe wisten ze barrières te overkomen en stormen te doorstaan en tot dit te geraken? De Beeldentuin, oase van verwondering, is een van de manifestaties in het 50-jarig jubileum van Ruigoort. Ik heb daarom geprobeerd om onder alles wat hier van de grond werd getild, ook is terug te vinden in die prachtige expositie. Dus jullie moeten even ademen en geduld hebben, want ik heb er echt lang mijn best voor gedaan. Terug namelijk naar 50 jaar geleden, toen de eerste krakers de huizen betrokken die de oorspronkelijke bewoners moesten verlaten. Hans Plomp, Gerben Henninga, Hans Gritter en later Margaret van der Linden en Rudolf. Rob van Toer, Theo Kleij, met hun vriendinnen en vrienden. Kinderen kwamen mee en werden geboren. Huizen opgeknapt, verbouwd, gebouwd. Het dorp was begonnen aan een tweede leven. Maar wel een leven dat continu bedreigd werd. Gedoogd weliswaar, maar het voortbestaan moest steeds bevochten worden. En om dat te kunnen doen, moesten de bureaucratie en de politiek doorgronden.
ten einde het systeem met gelijke middelen te kunnen bevestigen. Waar is Rudolf? Je moet ze bevechten en bevestigen daarin. Dat was zo knap van ze. Want dat leek helemaal niet hoe ze waren, maar ik heb zelden een gezelschap ontmoet in mijn leven wat zich zo kon verdiepen en had verdiept in hoe de bureaucratie en de politiek werken. En daarom ook zo in staat waren om ze met dezelfde wapens tegemoet te treden. Heel bijzonder. Omdat we jou hadden. Ik heb dat echt fantastisch gevonden. Dansen op een vulkaan was het eigenlijk. En al dansend eventuele medestanders verleiden om door het oog van Ruigoord naar bijvoorbeeld bestemmingsplannen te kijken. Zoals de burgemeester, mag best eens genoemd worden, hier, van Haarlemmerliede, Frank van IJsselmuiden. Een dorp dat door zijn samenleving juist het bestaande establishment, vooral het bestuurlijk establishment, eigenlijk te kak zet. Ik wens je daarbij veel succes. Of Luc Hamer, die zag ik ook net. Steek je hand omhoog. Ja, daar zit Luc. Die als advocaat doorvocht tot aan het Europese Hof. Die hem in 98 gelijk gaf met zijn mer. Dat was de milieueffectrapportage uit die tijd. Dat heette de mer. Maar Amsterdam haalde uit haar trucendoos een grenscorrectie en won daardoor de strijd. Het natuurgebied wordt voor de kaalslag nog eenmaal vastgelegd. Op meer dan levensgrote schilderijen. Weten jullie nog wel? Die enorme schilderijen die in dat woeste gebied gemaakt werden door Theo, Hans Ritter, Niels Hamel was er ook. Hamel en Aartje natuurlijk, ja. En Aartje Veldhoen. En dat werd afgesloten met een hele mooie, want als Ruigoord iets kan, is het prachtige dingen organiseren. Maar dit was een treurige tentoonstelling in mijn gevoel. Maar daarna werd er besloten een gesprek aan te gaan met onze vijand, toen nog, het havenbedrijf, over de situatie als het bestemmingsplan in werking zou treden. De Afrikahaven en de chemopetrische woesternij, krijg ik mijn bek bijna niet uit, zou worden gerealiseerd. Dit allemaal op het terrein waar zoveel liefde naar was uitgegaan. Waar zoveel uitbundige landjuwelen geboren werden. Het woord in Ruigoord ook. Met optredens. Van Plomp en Hellinga. Van Neeltje Maria Min. Nina Hagen. Shafi, Herman Brood. En natuurlijk Simon Vinkenoog. En vanaf 1993 de jaarlijkse Ruigoordrede. Weet je nog? Ja. Toen ook al vaak het spanningsveld tussen economie en ecologie aan de orde stellend. Met als onvergetelijke passage Heertje, hoogleraar economie, die hier kwam om voor de Ruigoord te rijden. En dit heb ik opgezocht natuurlijk, het zou ik niet aan mijn kop weten. Hij zei, als Ruigoord eenmaal is opgeofferd aan de uitbreiding van de havens, brengt zelfs oneindig spijt niet terug wat verdwijnt aan natuur, aan onvervangbare kunst en cultuur en het in ruimte en tijd eenmalige samenspel van een wijze leefgemeenschap en een woest milieu. Wow. Dat was Rietje. Hoor je het? Ja. Maar toch sloeg die wijze leefgemeenschap een andere weg in. In mei 1997 werd in de Amsterdamse Raad het bestemmingsplan aangenomen. Maar met het aannemen ook van een motie waarin stond dat het dorp behouden moest blijven als sociaal-cultureel centrum. Dat klinkt wel weerzinwekkend, maar dat stond in die motie. Dat zijn we dus, een sociaal-cultureel centrum. Heel saai. Goed, na alles geprobeerd te hebben, wordt in het najaar 99 het natuurgebied verpulverd. De reactie van Ruigoord heeft mij echt overrompeld. En ik denk velen van jullie.
Maanden bouwden artiesten en artisans. Dat loopt hier behoorlijk door elkaar heen. En artisan, dat is een woord dat Aartje altijd gebruikte, met veel bewondering. De artiesten en artisans werkten aan een spraakverwarring verbeeldende toren. De toren van Babel. Ik heb hem natuurlijk gezien en velen van jullie. Het was een ongelooflijk prachtig bouwwerk. Die op Oudejaarsnacht, bij de start van het nieuwjaar, werd aangestoken en verbrand. Doe dat maar eens, weet je maar. Ik vond het wel een beetje zonde, maar ik vond het overrompelend wat ik al zei. Het was ook het signaal van een nieuw tijdperk. Binnen de beperkingen bleef de oase behouden. Door de constructieve toon naar het havenbedrijf, waar ik vaak bij aanwezig was als voorzitter, kwamen er afspraken tot stand op het gebied van de renovatie van de kerk, lening voor de bouw van nieuwe ateliers, waardoor een nieuwe generatie ruigorders werd aangetrokken. Met festiviteiten en activiteiten die professioneel werden gedragen en uitgevoerd door vrijwilligers. Bij het 40-jarig overleven in 2013 verscheen de mooie, zorgvuldige biografie Vrijhaven Ruigoord, geschreven door Rob van Toer, kunstenaar en sinds 1980 ook bewoner van Ruigoord. Na herlezing van dat boek kreeg ik toch een soort antwoord op de vraag hoe het toch mogelijk is dat die 50-jarige nog steeds vier overeind staat. Niet dankzij de meevallers, maar ondanks de tegenvallers. Continue bedreiging bracht geen apathie, maar strijdlust en levenslust met zich mee. In de tentoonstelling die de curator Imke Ruigrok, waar is ze? Bijna Ruigoord, waar is ze? Samenstelde, is dat de grondtoon, die levenslust en dat overleven. Maar op heel knappe manier wist zij ook andere typisch Ruigoordiaanse waarden te manifesteren. Ik heb ze opgeschreven, het zijn er maar drie hoor, we gaan er aardig doorheen. Door haar keuze van deelnemende kunstenaars, zowel afkomstig uit ateliers in Ruigoord als van daarbuiten. Dat voelt fris en tegelijkertijd vertrouwd aan. Want Ruigoord is geen batterij die alleen maar wordt afgetapt. Altijd stonden hier de deuren open voor contacten, voor ideeën. Zielsverwanten van buiten die binnen konden komen. En vanaf een paar jaar na de krakerij trokken bewoners met de luchtbus, leven die luchtbus, naar culturele festivals overal in Europa en met eigen voorstellingen naar China, India. Echt heel bijzonder. En de geschiedenis. Dat was het eerste wat zij zag en waardoor ze mensen van binnen en buiten samen wist te stellen. Twee, de feilloze keuze van de titel waarmee de curator de kunstenaars wist te inspireren. De kleine oase die behouden bleef, dwars door alles heen. De aandacht voor en de zuinigheid op de bedreigde natuur hier in Ruigoord al heel lang aan de orde. Maar nu alom een issue waar je hoe dan ook mee geconfronteerd wordt. Door de ellende die de veronachtzaming, het egoïstisch gebruik en de uitbuiting veroorzaakt. En het laatste punt waarin Imke Ruigoord duidelijk maakt dat ook in deze tentoonstelling die typische waarde van Ruigoordkunstenaar zichtbaar is. De naadloze verbinding van individualistische kunstenaars tot een samenbundeling van hun krachten. Gezamt kunstwerk met waarden als spiritualiteit, liefde voor de natuur en fantasie. Lieve Imke, waar ben je? Daar zit ze. Oh, daar zit ze. Nou, dat is het laatste stukje. Is echt voor jou. Samen met de artiesten en de artisans die ik al noemde, heb je een indrukwekkende tentoonstelling gecreëerd. Je geeft ons daarmee antwoorden op vragen die samenhangen met verwondering.
Ik zag daardoor ook wat raar wordt verleden en het nu met elkaar verbindt. Daarbij ook geholpen door gesprekken met Margaret en met Marcia. Waar zit Margaret? Oh ja, en Marcia zit daar ook ergens in de massa. Dankjewel jullie, dankjewel. Ik wil na die enigszins tobberige speurtocht die ik heb afgelegd, deze tentoonstelling openen met een tekst die nog steeds te lezen staat op het voormalig huis van Witte Aap. Zoveel inspiratie. Op deze ene plek. Het kan gewoon niet anders. Er zit een kosmisch. Ongelooflijk dit. Wat ontzettend mooi om zo te beginnen met Hans, met wie het allemaal begon en de mensen om hem heen. Hedy, ik ben eigenlijk een hele nieuwe loot aan de stam, zou je kunnen zeggen. En ik ben helemaal begeisterd door wat Ruigoord is. En dan wil ik heel eventjes naar voren Joep van Lieshout. Nou, dankjewel allemaal. Ik vind het een genoegen om hier te zijn, in deze hele bijzondere plek. Voor mij is Ruigoord een utopie die werkelijkheid is geworden. Ik vind het heel bijzonder. En van utopieën weet ik genoeg omdat ik zelf ook in 2001 een vrijstaat heb proberen te stichten in Rotterdam. Ook een utopische gemeenschap. En die werd na 1 jaar alweer gesloten door de politie en de brandweer en de dierenbescherming en allerlei andere dingen. Wat dat betreft is Ruigoord natuurlijk fantastisch goed gelukt. Ik heb ook toen de tijd allerlei onderzoeken gedaan naar utopische nederzettingen. En er waren er 300 of zo heb ik bekeken. En gemiddeld bleven die 3 maanden bestaan. Dus ik was al heel blij met mijn jaar, maar hier kun je echt trots zijn op 50 jaar. En ik denk dat de utopische gemeenschappen die zo lang bestaan, dat je die echt op 2 handen kan tellen in de wereld. Nou, ik was ook heel blij om gevraagd te worden om een werk te maken hiervoor. Eigenlijk een soort artist residency, is eigenlijk een soort huis waar kunstenaars kunnen wonen en werken. In mijn werk, mensen die mijn werk kennen, weten dat alles een beetje flexibel is en het is eigenlijk nooit af. En ik had altijd groeit er weer wat aan. En dat is ook het geval met dit werk. Want het werk heb ik 1 jaar of 10 geleden ben ik begonnen met een soort klein huisje. Dat was toen een tempel, een soort half ondergrondse tempel die je dan kon bezoeken en daar stonden beelden in. Toen een tijdje later dacht ik, toen was ik bezig met industrie en met maken van dingen en landbouw, heb ik er een zeepfabriek van gemaakt. Van heb ik een stuk aangebouwd en een zeepfabriek aangebouwd. En het idee was eigenlijk dat je dan vet, liefst van mensen, zou uitkoken en mengen met as. En dat je dan zelf zeep zou kunnen maken zelf. Dat je ze helemaal zelfvoorzienend zeep zou kunnen maken met behulp van je medemensen. En toen kwam deze vraag. Ik dacht, ja, dan moet natuurlijk nog een heel groot stuk aangebouwd worden. Dus we hebben daar weer een stuk aangebouwd. En als je het nu ziet, is eigenlijk een soort constellatie van allerlei, ja, een beetje geometrische blokken die aan elkaar zitten. Hangt een slaapkamer aan, hangt een badkamer aan, er zit een dak op en allerlei grote lichtkoepels en schoorstenen. Een heel sculpturaal ding. Zo ziet het er dus nu uit. Gewoon puur functioneel ook. Maar in dat huisje zit een divan, een bankje. Die kun je zo oplichten, dat kussen. En dan gaat er een trap naar beneden toe. Die gaat 5 meter naar beneden toe. En onder de grond zit een enorme stalen tank. Dat is echt van 1,5 centimeter dik. En echt enorm groot. Veel groter dan het huisje wat er bovenop staat. En daarin zit dan de bomkelder, zou je kunnen zeggen. De plek waar je met minimaal 16 vrijheidsstrijders kan verblijven. Helemaal omringd met water, brandstof, voedsel, kleren, boekjes en dat soort dingen. En dus die komt daaronder. En dat zie je eigenlijk, zie je het niet, maar je weet het wel. En wat dan een van de leuke features is, ja, ik weet niet of er veel pacifisten zijn. Zijn er veel pacifisten? Ja! Ja, oké. Nou, ik moet jullie teleurstellen. Want er zit namelijk ook een gat in, dan kun je van beneden af een handgranaat naar boven gooien. Dus als alles fout gaat, kun je gewoon zeggen van, nou,
alles weg, maar wij blijven hier zitten. Wat jij doet. Dus het werk heet dan ook Never, Never, Never Give Up. En dat is mijn eigen motto, maar ik denk ook voor heel veel mensen die hier zijn. Het werk is nog niet klaar, want er zijn namelijk drie redenen voor. Het eerste is dat het groot is. En het tweede is dat het heel erg groot is. En ook heel erg ingewikkeld. En ik denk over 2 of 3 weken zal het geplaatst worden. Dus, maar het zal altijd blijven staan. Want ik heb never, never, never give up. Fijne avond allemaal. In de pastorie is inmiddels een expositie ingericht waar je naast de vele publicaties en posters over Ruigoort en het Amsterdams Ballongezelschap ook kunt kijken naar wat wij in 42 jaar hebben gefilmd. Deze expositie over 50 jaar Ruigoort staat er het hele jaar. In de hemel is geen hel, daarom tanken wij hier Shell. Ons programma Dossier Ruigoort kun je ook in zijn geheel online bekijken op onze website kabelvitrine.nl.